Vlaams en Neutraal Ziekenfonds geeft tal van tegemoetkomingen. Meer info op vnz.be. Welkom bij Joyce & Co. We zijn nog nuchter, dus we dachten, we gaan eens een zat onderwerp aansnijden. Want jawel, lieve ouders, dames en heren, er is een groot drankprobleem bij de jongeren, zo blijkt. En wat ook blijkt, is dat je niet onder de 18 jaar alcohol mag nuttigen, mm-hmm. nog verkopen in een horecazaak of in eender welke andere zaak. En de hamvraag van deze Joyce & Co. is eigenlijk: hoe zie je het verschil, begot vandaag nog, tussen een effectieve 18-jarige plusser en een hele knappe jonge kerel of een schone, gepimpte dame van eigenlijk maar 14, 15, 16 okay. jaar? Ja, waar wil je naartoe, in godsnaam? Mijn bruggetje is het volgende. Mm-hmm. En ik ga het gewoon eruit smijten, omdat het mij zeer nauw aan het hart ligt, want je hebt Gent niet gezien als je het Druppelkot niet bent gepasseerd. Daar is echt is dat, wel... Is dat een Geneverkot of dat zo? Dat is een Geneverkot. Okay. En daar zijn net heel straffe uitspraken gedaan, vind ik zelf. Ja, dat is die boete. Ja. Ik heb het zien passeren, dat is die boete. Het ligt daar ook. Dat is die, ja, die veroordeling. Ja. 15.000 euro. 15.000 euro. Ja, over omdat er inderdaad door een jobstudent... Maakt me niet uit door wie, maar door een jobstudent, is er tijdens de Gentse feesten, in 2016, een genevertje verkocht geweest aan een 17-jarige mm-hmm. jonge dame. En dat is nu eigenlijk het wrange punt van deze Joyce & Co. Wat kan, wat mag, wanneer bestraf je iemand, is iemand daarvoor verantwoordelijk en zo heel veel vragen in één grote lange zin. Ja, want laten we nu eerlijk zijn, we drinken zelf ook, hè. Als oudere mensen, blijkbaar zijn wij een risicodoelgroep. Het is nog erger, ja. Wij zijn zelfs coma-drinkers. Wij zijn alcoholisten. Ja, wij zijn alcoholisten, want wij drinken... Echt, hè? Want volgens wat hier te lezen, gedrukt en te lezen staat, als je meer dan 4 glazen wijn gedurende een tweetal uur drinkt, dan ben je een coma-drinker. Ja. Ja, we hebben een nieuwe bijnaam. Ja, daar staan we dan met al onze raad en daad naar de jongeren toe. Terug even naar de jongeren, want we hebben zelf allemaal kinderen en we weten hoe gevoelig het ligt. En als je dan de wetgeving toch een beetje begint te bekijken in detail, dan stel je vast dat een overheid toch wel zeer eigenaardige wetten maakt, niet? Ze zijn gewoon echt ridicul, om maar even te zeggen. Bijvoorbeeld, wat je wel mag doen, is vanaf 16 jaar mag je wel een pintje kopen op café. Ja, dat vanaf 16 jaar mag het wel, mogen ze bier drinken. Ja. En wat mag je dan niet? Wat mag er dan niet? Wel, ja, vanaf 17 mag je geen Bacardi Breezer kopen. Dat is zo een verbeterd limonadeke zo. Ja. Dat mag niet, dat kan echt niet. En dan, als je 18 bent en je wil een fles wijn kopen in de buurtwinkel, dan kan het wel. Dus, samengevat, een pintje op 16 jaar mag wel, maar... Ze hebben niet gesproken over één pintje. Het kan ook een bak zijn, natuurlijk. Telt iemand de pintjes? Nee, allee, denk ik niet. Nee. Plus, komt er ook nog eens bij, dat je weet ook niet, voor jullie uitgaan, lieve jeugd, jij gaat niet vertellen wat je eigenlijk al gedronken hebt. Ja. Dus dat is eigenlijk een totaal en volledig oncontroleerbaar feit. Oké, maar hier ook weer, moet een overheid daarin een reglement maken, moet die een leidende rol nemen naar alcohol drinken, want uiteindelijk, het is een verslaving. We doen het allemaal, we deden het allemaal. Nou, niet iedereen drinkt, ik weet wel, er zijn inderdaad zo van die mensen, een bepaalde volkeren die geen alcohol drinken. Die zijn ook niet zo plezant. En dus met andere woorden, de vraag is natuurlijk... Als je een pintje mag drinken, hoeveel mag je er dan drinken? Want ik hoor toch hier en daar in die doelgroep van mijn dochter dat bepaalde jongeren zich, ik zal het zo zeggen, te pletter zuipen op een fuif. Ja, nog erger. Wacht, hè. En hoeveel zijn dat er? Je hebt dat ergens opgezocht. Ja, er liggen er ergens getallen. Elke week, echt hallucinant, belanden er in Vlaanderen 20 17-jarigen op spoed... die zo een beetje het noorden volledig kwijt zijn en zijn MAW in coma zijn door alcohol. Maar het is, ja,
Waar kun je het in de hand gaan houden? Dus waar, ja, moet de, waar moet je de lijn gaan trekken? Nog erger, dat is 10% van de 17- en 18-jarigen die laten zich wekelijks in met binge drinken. Coma drinken dus, coma zuipen. Ja, dames en heren, lieve mama's en papa's, hebben nu absoluut geen schrik in boezemen, maar er is toch wel een klein probleempje, vrees ik dan. Maar bon, heeft dit, wijken we niet een klein beetje af van wat er is gebeurd in Truppelkot? Ja, we wijken af. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Omdat, lieve, zij die bepalen welke jouw straf zou kunnen zijn, hoe kan, en goh, ja, wij zijn geen rechters, hè, maar zoiets kan je nu toch echt niet weten, hoe jong iemand is die er goed uitziet, die aan u een toog staat. Moet je ze beginnen een medaille aan te hangen van ik ben 18 of een badge? Of hoe kunt je dat doen? De ID-kaart vragen. Maar zeg, nog eens even... Het was met alcohol moet je een ID-kaart laten zien. Goed, van hoe oud maar ben je. Oké, even een secondje. Hè. Als dat is op festivals, en in dit geval was dat op de Gentse feesten, dan kun je toch moeilijk in een massa van honderden en duizenden mensen die tijdens die feest uw kraam of uw bar passeren, je kunt je toch moeilijk allemaal hun identiteitskaart vragen? Nou, de wet vragen. Is de wet. Hè. Je mag niet verkopen onder de 18 jaar. Dus oké, vraag dan de identiteitskaart van iemand die sterke drank koopt. Genever, whisky, drank kopen, tuurlijk. Maar ik mag al drinken. De kaart vragen. Ja, de kaart. Nee, maar ik weet niet, ik ben geen horeca-uitbater, maar dat is het veiligste. Ja, het is het veiligste, maar het is totaal onrealistisch. Daar verschillen wij dus nu echt van meningen. Er zijn fuiven waar de jongeren met bonnetjes drank moeten gaan halen, maar dan moeten ze op hun ID-kaart laten zien, dan krijgen ze een bandje. Die mag alcohol en die mag niet. Oké. En wat? En mag die dan maar één pintje meepakken? Er staat niet op hoeveel. Voilà, dus je zei weer, het klopt weer niet. En ik dacht de controle dat je, is ik weer dacht dat je nu weg. Ging zeggen, en dan is er een oudere van 18 jaar die dan wel drank gaat halen voor zijn jongere vriendinnen. Tuurlijk. Dus het is altijd fout. Het is altijd fout. Maar kunnen we dan niet alcohol minder beschikbaar maken? Zeggen van oké, in Amerika mag je met alcohol niet buiten komen, maar wel met zo in een bruine zak. Ook vreemd. En maar die dat heeft is ook zo. Geen vriendjes of vriendinnetjes boven de 18. Dit valt maar gewoon niet, als we nu gewoon niet zeggen, in een vak te schuiven, vrees de overheid denkt erover na, kijk, maak het misbruik van alcohol zoals het misbruik van drugs. En, want het is een verslaving, het is een drug, het is een softdrug die aanvaard wordt. Wel, zeg dan gewoon categoriek, vanaf 18 jaar mag je misschien wel iets drinken, maar daaronder totaal niet, maar niet zo halfslachtig. Of is dat erover? Nee, daar is er niet over. Want allee, het mag ook en absoluut niet klinken dat ik de jeugd naar een glaasje leid. Zeker niet. Maar zoals het er vandaag uitziet, kun je zo'n dingen niet controleren. Laat staan hoe absurd nog iemand bestraffen die een jobstudent en plus die het glas heeft uitgeschonken voor de dame in kwestie van 17 jaar. Ik weet niet. Ik ben blij dat ik niet in het parlement ben, want ik zou de lijn niet kunnen trekken. Dus eigenlijk samengevat in dit verhaal is het van dit is te streng straf. Een boete van €15.000 omdat iemand een genevertje heeft gekregen. Ik vind dat wel. Ja. Ik vind dat wel. Want jij weet ook niet. En wat inderdaad, als die iets was tegen... Wacht, dat is nog zoiets. We gaan een beetje verder. Als die dame in kwestie iets zou tegenkomen zijn nadien, en die had effectief in een bepaalde zaak iets gedronken, wie weet wat zij daarvoor had genomen? Mm-hmm. Al gaat het over drugs of al gaat het over alcohol? Wie gaat dat... Zij gaat het niet zeggen. Zij gaat het niet toegeven. Ja. Okay. Dus het gaat nooit... Enfin, dit is gewoon totaal en volledig absurd. Ja. Maar het is een onderwerp onder het motto wordt vervolgd. Want het is een van de drugs die aanvaard is. Sommige ouders geven, zelfs hun kinderen op jonge leeftijd, geef hem maar een pintje, dan leert hem het. Oh, kun je het je voorstellen, op jonge leeftijd, pak maar een jointje, dan leert het. Ja. Snuif eens een lijn, dan leert je het. Okay, is dat niet fout, pedagogisch? Ja, toch? Ja, echt wel. Dat zijn dingen die mijn dochters niet gaan horen, denk ik niet. Ik was zat op mijn 3 jaar. Is het echt? Ja. Uw mama had wijn gedronken en je kreeg nog de borst? Nee. Ah, nee, oké. Ik had alle mon chéri krieken pralines opgegeten. Okay. Het verhaal achtervolgt me heel mijn leven. Ja, oké. En van dan en ik heb mijn roes uitgeslapen onder de salontafel. Geweldig. Oké, goed. Dat was mijn biecht. Dat was jouw biecht. Okay, zo is het fout beginnen lopen. Wel, ik heb eigenlijk een heel goed idee. Ergens ter wereld zal het nu wel 5 uur 's avonds zijn om ons aperitief te gaan drinken. Ik heb er alleen maar bon. Tot de volgende Joyce & Co. Wees voorzichtig.